Ik loop echt wel makkelijker mijn vermogens op schoenen met dikke zolen dan op schoenen met dunne zolen. Ja. Maar goed, als Guido zegt ja. dat het niet zo is, ja. dan is het niet zo. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heiko, Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens. ...tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over het allerlaatste schoenen nieuws. We blikken terug op 2023 en we kijken vooruit naar 2024. 2023 zit erop. Weer een marathon van Rotterdam. De Uilentorenloop. Zwemmen in de Amsterdamse grachten samen naar etten Plus een marathon aan afleveringen. We hebben opnieuw heel wat kilometers achter de rug. Tijd voor nieuwe schoenen dus. Maar welke dan? En wat gaat 2024 ons brengen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge! Hey Beste wensen nog. Ja, ja, het jongen. is 2024, ja. maar wij hangen nog half in de laatste aflevering van het lastige lastig, seizoen lastig. 2023. De finish is eigenlijk al gehaald. maar soort ja, van wel. Maar ja, uh, we staan aan de voorochtend van onze winterstop. Traditioneel vijf weken op pauze. Nou, oké. Okay. Volgende week nog een bonusje naar aanleiding van ons uh, bezoek. Aan de Masters of Movement bijeenkomst van de ASM op 8 ja. december. Maar uh, nu dan de laatste aflevering van seizoen 8: alweer 168 afleveringen. Schoon aan de haak. We hebben dan vaak in die 168 aflevering gehad over de schoenenrevolutie, de nieuwe dikke zolen, carbonplaten, schuim, wat is het allemaal? Het is tijd voor een korte update voordat we zo met uh, Guido Vroemen en uh, met ja. elkaar gaan terugblikken en vooruitkijken. Want uh, zoals het vaak is, ja, dan ineens de wetenschap loopt dan achter uh, de ontwikkelingen eigenlijk aan. Ja. Uh, ja, in de laatste anderhalf, twee jaar is heel veel onderzoek gedaan. Ja, die, de eerste die keer die dat we het hierover stappers. hadden was ja. aflevering 6. Ja, dat is 162 afleveringen ja, geleden? En toen hebben we natuurlijk Wouter Hoogkamer uh, als special guest gehad die aan het voorfront zat van de volgende van de fly procent. Ja. 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 Nou, en inmiddels uh, ja, eigenlijk alle schoenen die je nu ziet hebben wel dikke zolen en, en, of wel niet, soms een carbonplaat. Precies, dus we gaan eens even stilstaan ja. bij de vraag: uh, zijn alle schoenen met een carbonplaat en dikke zolen even energiezuinig? Helpen die superschoenen ook voor langzame lopen? Want er werd toen op Rent gezegd: je hebt alleen nog snelle lopen er wat aan. Hoeveel kilometer kun je eigenlijk op zo'n springveerschoen rennen? En eh, herstel je inderdaad sneller met dikke zolen? Dat zijn allemaal vragen die. Uh... Oh, en, en we hebben nog meer vragen. Hoe zit het met risico op blessures? En uh, profiteert iedereen ervan? Want we ja. hebben het ook eerder over gehad. Niet iedereen zou er sneller van worden. Nou, tijd voor een update. Kortom, uh, wetenschapsnieuws met Jurgen van Tevelen. <laughs> Wat wil je weten, Gerrit? Nou, uh, ja, laat me maar gewoon aan de hand van de studies even, hè, ja. de meest recente studies, antwoord geven op die verschillende vragen. We, we, we beginnen nou, het is meer ook het nieuws. Het blijft toch wel, uh, elke keer als er weer snel wordt gelopen, dan is er toch ook een item over welke schoenen hebben ze dit keer aan. En ja. dat was bijvoorbeeld gaande uh, rondom de winnaar van de New York Marathon, hè? Ja. Uh, Tamirat Tola. Ja. En die heeft dan de Adidas Adi Zero Adios Pro Evo 1. Ja. Nou, dat is een hele. Ja, de plaatjes heb jij misschien wel gezien. Dikke zol, waarbij die strepen van Adidas eigenlijk. Die beginnen al op de zol. En uh, het leuke aan. Uh, en bijzonder eigenlijk aan deze schoen was: uh, je kon hem maar één keer dragen. Want, daarna waren ze, daarna waren ze versleten. Oh ja. Dus daar moeten we het ook eens over hebben. Hoe lang kan je ermee? Dit is natuurlijk extreem, want ze kosten dan ook nog 500 dollar. Nee. 500 dollar één keer aandoen. Ja, zo wordt eigenlijk marathon lopen of lopen wel een hele dure sport natuurlijk. Dus, uh... Ik moet eraan denken. Ik ga nog even de disclaimer maken. Deze aflevering is ongesponsord. We hebben een aantal weken geleden natuurlijk gecommuniceerd dat we een paar gratis Brooks Ghosts. Ghost Max hebben gekregen. Die zijn we aan het uitproberen. Komen we later nog wel in een kleine bonus op terug. Voor de review. Dat was de deal. Wij maken een review in Rijl schoenen. Um, wat dus ook niet gesponsord is. Jij noemt ze die Adidas Adizero Adios Pro 3 Unisex. Ik nee, kreeg, want ik, uh, ik bedoelde oh, Adios andere. Pro Evo 1. Oh, oké. Okay. Ik, <laughs> nee, ja, ik word ook helemaal gek van die namen. En <laughs> ik en kreeg en een op. appje van... Ja. Uh, van vaste luisteraar vriend van de show... Martin Breedijk ja. Met hoera, hoera. Ah. Er zijn eindelijk uh, schoenen met dikke zon. In het rood. Kijk. En dat waren die Adidas Adizero oh, maar dan de, de Adios Pro. Ja. Nou, die um. zijn slechts 250 euro. Uh -huh. ja. Ik zweer natuurlijk bij de Nike's met de dikke Zolen. Ik ja. had uh, voor Leur nog de Eliot Kipchoge editie van de Alpha Fly 2 uh, ja. gekocht. Ik moet bekennen, stiekem omdat ik dacht dat het al de Alpha Flight 3 was. Ja, want die waren al die ja, records mee lopen. Ja. Maar het zijn nog de twee's. Die ja. had uh, Stefan Hassan schijnbaar aan in de Kelvin Kipton in Chicago. Ik vind ze ja. uh, super fijn. Full disclosure, ik kan ze inderdaad wel met een uh, korting kopen via via. Dus misschien dat ik het daarom zo makkelijk mee omslait, want lang mee gaan ze zeker niet. Vorige paar staat, geloof ik, iets meer dan 400 op de teller. Oké. Okay. Kapot. En hoezo? Waar nou, kapot. loop ze kapot? Ja. Zolen gaan kapot. Ja. Die 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 vorige Alpha flies en die heb ik ook teruggegeven aan mijn contactpersoon bij Nike die met die korting regelt. Daar liep ik gewoon de luchtkamer stuk. Ja. Dus er was op een gegeven moment gewoon. En maar daar zat dan wel daar zat 500 en een beetje op. Dus daar liep ik die luchtkamer was lek en ik loop gewoon. Er zit op de, op de zool eigenlijk vrij dun rubber. Want ja, maximale hoogte. Dat is die regelgeving ja, nu. Ja. Dus alles zit in het schuim. Heel weinig in de slijtlaag. Ik ja. slijt gewoon die, uh, dat rubber ja. eraf. En volgens mij is dat dus met die Adidas ook... Die, heep, die, die heeft helemaal niet die slijtlaag, zeg maar. Die, en, want dat, dat geeft men... Uh, wat, wat zo bijzonder is aan die schoen... Is hij is slechts 138 gram. Hij ah, is heel licht. Ja. En uh, de... Ja... In verhouding bijvoorbeeld met Vaporfly of misschien AlphaFly, die is dan 185. Ja. Nou ja, dat wordt gezegd, ja, dat is dan weer het unieke aan deze. Daar hebben ze echt aan de ene kant minimalistisch gemaakt, zullen we zeggen. Ja. Aan de andere kant wel uh, toch wel de voorwaarden uh, ges, ge, uh, uh, geschapen waardoor die heel hard kan gaan. En. Alleen daar kom weer. Weten we al het antwoord hoe het allemaal werkt? Nee, eigenlijk niet. Uh, deze schoen van Adidas heeft dan het befaamde Lightstrike schuim. Uh, wordt want, want de aandacht is een beetje verschoven van de carbonplaat. Ja. Wat in eerste aanleiding men dacht dat het was. Naar in die aflevering met Wouter Hoogkamer, nummer 37 van ons zei hij ook al, nou, ik weet het niet of het wel het carbon is, zou wel eens het schuim kunnen zijn, of misschien de combi. Ja, het is de interactie ergens, want inderdaad, hoogkamer heeft zitten punniken en frunneke en die, die carbonplaat kapot willen maken of daar gleufjes in maken, of noem maar op. En dan merkt hij geen verschil. En er wordt altijd gezegd, nou, je hebt de combinatie aan de ene kant van veerkrachtig schuim, ja, en aan de andere kant heb jij een voor, ja, voorgebogen uh, stijf, st ja, een stijve plaat ja. die eigenlijk zorgt omdat die voorgebogen is en een beetje aan de voorkant omhoog loopt, waardoor je een soort hefboom Springeren, krijgt effect. of dat je gewoon kan afzetten makkelijk. Ja. En dat merk je nou bijvoorbeeld, we kregen laatst uh, die schoenen hè, van Brooks, die ja. hebben dan ook, ja, of ze noemen het rockers eigenlijk, die, je merkt gewoon dat het, uh, de voorkant loopt al omhoog loopt. En dat zou dan de afzet moeten vergemakkelijken. Als je maar één keer over dat kantelpunt heen komt. Ja, dan word je als het ware gecatapulteerd naar voren. Ja. Dus die vorm, ja, daar zit wel wat in. En, en dus de manier waarop aan de ene kant. je kan dus die. de voorkant niet makkelijk uh, naar je toe trekken. Het is exact. Een, dus ze zijn heel stijf. Ja, ze en, zijn stijf in, en toch veerkrachtig. In het en die geval combinatie. In de schoenen ja. is dat dan niet met een carbon-plaat. Nee. maar op een andere manier. Ja. Uh, terug naar de wetenschap. Toen we zeiden, laten we eens even een update doen over de schoenen. Want we ja. zijn twee, drie jaar verder. Zei ik meteen, is er al een studie? Ja. Want, want toen we hierover begonnen, was het natuurlijk Nike. Nike had als eerste het ja. patent. Had als eerste de innovatie. Was toen ook een soort van competitievervalsing. Voor de atleten die ja. niet op Nike konden lopen. Inmiddels, we hebben het al over de Adidas Sub-Zero. We hebben het over Brooks. Nou, die ja. heeft er geen plaat, maar wel schuim. Ja. Alle schoenenmerken hebben schoenen met dikke zolen. Klopt. Is er al een vergelijkende wetenschappelijke studie? Nee. Die iets zegt over de verschillen tussen de oplossingen van de merken? Ja, eigenlijk niet. Uh, behalve een. Ja, en dan gaat het om studentenprojecten. Oké. Okay. En die heb ik wel uh, eentje gevonden, in ieder geval. Of, of twee. Uh... Maar die worden dan ja wel gepubliceerd op internet. Maar die zijn gewoon onderdeel van een universiteit Het is een eigenlijk. Ja, maar, ja. Ja. En misschien niet eens. En dus in dit is in een wetenschappelijke context, maar van, niet helemaal, ja, misschien helemaal niet. Wetenschappelijk helemaal netjes uitgevoerd, precies. Nee, nee, dus nee. dit gaat om de SFA State University in Texas. Die heeft zeven verschillende schoenen uit uh, uh, met elkaar vergeleken. Ja. Ik noem ze even op. Voor de mensen die denken: ah, de die, heb ik, die heb ik niet, ja. De, de, de Hoka Rocket S, de Saucony Endorphin Pro, nou de Nike Alpha Fly, of dat de eerste waarschijnlijk is dat geweest, de Essex Metaspeed Sky, de VaporFly 2, de, van Nike dus, de New ja. Balance RC Elite, en de Brooks Hyperion Elite 2. En de Essex Hyperspeed is dan de, eigenlijk de, de, de schoen waar tegen ze alles afzetten. Dat wordt gezien als de, de traditionele schoen. Okay. Dunne zool, zullen we maar zeggen, geen ja. carbonplaat. Nou, en eigenlijk de manier waarop het uitgevoerd wordt, is precies zoals uh, Hoogkamer dat ook uh, al deed. Wat je wil weten is of het uh, energiezuiniger loopt. Ja. Uh, dat betekent dus dat als je bij een bepaalde snelheid gaat uh, rennen, en die snelheid die, uh, die voer je in op de loopband. En dan ga je de zuurstofconsumptie meten. En als iets minder energie kost, dan uh, hoef je daarvoor minder zuurstof uh, te verbruiken. Exacte. En op die manier uh, kun je de, de loop-economie bepalen. En wat vonden deze studenten nou, de, aan deze test? Het waren snelle, snelle lopers, uh, 16 kilo. Oh ja, want ze liepen bij, ja, ze waren 5 kilometer deze in 16 minuten, uh, zoiets. 16, 17. Wat? Dus de loopband zet ze ook gewoon op 16 km per uur. Zo. En dan mochten ze dan uh, ja, naar de manier waarop zij dit uitgevoerd hebben. Dit is hebben. belangrijk, hè? omdat wat ik net al zei bij de inleidende vragen. Er een ja. perceptie lijkt een perceptie te bestaan dat deze schoenen vooral voordeel hebben voor mensen die heel hard lopen. Ja. Nou, hier dus ja. ook weer proefpersonen ja. Ja. die hard kunnen lopen. Komen ze zo op. Zij hebben gewoon acht, uh, acht keer vijf minuten laten rennen. Ja. En waarom acht keer? Omdat het om acht verschillende schoenen ging. En oh ja. hebben ze op de ene dag hebben ze dan de volgorde zoals ik ah. net opzonde. Uh, en de dag erop, andere of nee, een week later, en precies in de andere volgorde. Oh ja. Om een beetje dat effect te neutraliseren. Ja, ja uh, wat kwam er uit... Ja, toch niet dat ze allemaal uh, even voordelig waren ten opzichte van die traditionele schoen. Want uiteindelijk vonden zij dat Alpha Fly, Alphafly, Vaporfly en die Essex Metaspeed Sky, die liepen inderdaad energiezuiniger. Meer maakte 2,5 tot 3% verschil. Dus mm -hmm. minder uh, zuurstof, uh, zuurstofverbruik. En de andere, uh, ja, die zaten daar toch nog een stuk onder uh, en waren dan niet significant verschillend eigenlijk van de traditionele schoen ja daar, daar valt wel wat op af te dingen zij uh, in de, de, op deze studie ja, en dus op de resultaten de manier waarop ze deed het was allemaal ja. niet ook niet dubbelblind of noem maar op ik denk dat er toch wel iets bij moet komen van je moet toch een beetje geoefend zijn ook in die schoenen ze dus moet je een beetje goed zitten dat geldt hmm. nog steeds geldt altijd hier is niet gecorrigeerd ook voor uh, het gewicht van de schoen en dat deed Hoogkamer destijds, die ging dan met gewichtjes ja, aan. Ja, ja, maakten ze allemaal even op. zwaar? Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dat zijn de dingen waar je natuurlijk even naar moet kijken. En dat uh, is belangrijk, omdat je zou kunnen meten dat als een schoen lichter is, dan heb je minder zuurstofverbruik. Maar dan komt ja. Dan niet Ja, maar dat komt dan toch ook door de schoen. Ja, gewicht precies. is toch gewoon een eigenschap? Ja, maar je wil zeggen: is het echt de schoen of is het het feit dat de schoen lichter is? Zeg maar? Ja, dat, okay. dat verschil nee, het maakt niet okay. uit. Nou, het scheelt volgens mij voor de studies van de hoogkamer. laten zien dat een, een, een 100 gram zwaardere schoen, dat uh, kost je al uh, of 1% aan ah, die, okay. uh, die loop economie. Dus, maar goed, vraag 1: uh, zijn alle schoenen met een kabonplaat, dikke zolen even energiezuinig? Op basis van deze beperkte nee. studie zou je zeggen van niet. En wel weer de opmerking dat ze zei: ja, bij sommige mensen leken wel weer te profiteren. Ook van die schoenen die ik net niet noemde, als zijnde de, uh, energiezuinig. En andere weer niet. Dus die responders en onresponders kunnen we zo nog op terugkomen. Daar kom je in elke met... studie heel erg terug. Nog steeds. En dat leidde ertoe dat jij in een eerdere aflevering dat we het hierover hadden, wel eens mij gewaarschuwd hebt, pas maar op ja. met je dikke schoenen, want Precies. wie weet ben je non-responder, ga ja. je juist langzamer. Want je zegt dus, dat wordt, ja, ik weet zeker dat ik ja. sneller mee ben, maar in iedere studie wordt er gevonden dat er ook mensen zijn voor wie ze niet werken. Ja. ja Mocht je nou, nu luisteren en dat gevoel hebben, dat kan kloppen. Ja, nou er was een studie, die, die, die laat ik maar meteen bespreken, hebben ze ja, het is onduidelijk welke schoenen ze namen. Maar in het plaatje hadden ze een tekening gemaakt. Dan waren het Adidas-schoenen. Uh, dus dat moet dan wel zijn geweest. Hebben ze zeven top-Kenianen? Echt hele snelle lopers. Uh, hebben ze laten rennen op verschillende schoenen. Dus eigenlijk uh, de superstappers en de traditionele. En daar hebben ze ook nog met uh, zeven recreatieve Europeanen gedaan. En weer gekeken naar loop-economie. Hoeveel uh, zuurstof uh, kost het om een bepaalde snelheid te lopen. Nou, dan vonden ze bij die, die Kenianen echt een variatie van min -11 tot -plus 11 procent. In, als je kijkt dus uh, in, in het energiezuinig lopen. Dus sommigen gingen 11%. Ten opzichte van? Van die traditionele schoen. Een, een neutrale schoen, ja. ja. Dus sommigen gingen eigenlijk, die, die, die werden 11%. Ja, uh, achteruit. Achteruit. Dus dat niet, niet per se langzamer op die manier. Ja, ze dus nee. is ja, wel langzamer. Want dat is nog even Maar terugkomen. dat was aan de onderkant. Aan de bovenkant, hoeveel winst? Plus 11%. Ook plus gemiddeld ja, ja. genomen gingen ze dus inderdaad nul. ook iets vooruit wel. Ja. Kijk, in de studie van uh, Hoogkamer, nog even terugkomen, die kwam gemiddeld uit op een energiebesparing of minder zuurstofverbruik van 4%. 4 ja. Vandaar de naam uh, 4%, ja, 4 Ook daar zat variaties in, de, in dit. En, maar wat, uh, dat betekent voor de snelheid zoiets van 2 tot 3% sneller voor... Nou, snelle lopers. En nou, ja, daar komt het meestal op neer. Rond de 2-3%. Maar ook voor uh, de langzame de omzetting eigenlijk van energie uh, zuinig lopen of uh, energieverbruik naar snelheid. Winst daarop is uh, ja een stukje lager. Niet hele dan nee Nee, nee, nee. Helder, helder, helder. Ja, 2 tot 3 procent. Uh, dus die variatie zit er gewoon. Daar kwam nog een ander studentenproject tegen. Ja, uh, die... Maar Jurgen, even één stap terug. Uh, drie jaar zijn voorbij. Ja. Uh, je, hebt het, uh, je hebt gezorgd specifiek voor deze update. Uh, je vindt een aantal studentenprojecten. Wil dat dan zeggen dat er op dit moment. In ieder geval nog niet afgerond dat er geen serieuze wetenschappers die schoenen aan het onderzoeken zijn. Nee, ik denk dat dat toch niet uitdagend genoeg is, of ze moeten daarvoor betaald worden, of krijgen dan op hun flikker van: Hey, uh, ja, maar uh, hoezo onze schoen niet? Of misschien zijn dit soort metingen wel echt te beperkt. Ja, ja, echt dat ze zeggen: Ja, maar ja, uh, goed, wat wil je nou op zo'n loopband en mensen moeten dan uh, even om de andere schoenen aan uh, die kunnen zien wat ze aan hun voeten hebben. Dat dat. Er speelt van alles doorheen. En aan de andere kant heb je de studies die van de grote getallen, die gewoon kijken naar bijvoorbeeld aan de hand van, van Strava data. Ja, van die echt hele grote data. Sets. Ja, en die kijken gewoon, als, vooral als mensen dan uh, opgeven bij elk loopje, van welke schoenen ze aan hun voeten hadden. Ja. En die gaan dan gewoon uh, mensen volgen: hé, hey, jij hebt de afgelopen tien jaar, heb jij vijftien uh, marathons gelopen. En ik zie dat jij in 2008. Ging jij ineens over op dikke zolen? Nou, wat gebeurde er toen met jouw tijd? En dan kun je natuurlijk, als je genoeg data hebt. Kun je ook uh, confounding factors, als, als mensen die een blessure ergens hadden gekregen of ouder werden. Of kun op, allemaal kunnen allemaal uitfilteren. En dan komen ze toch wel daadwerkelijk uit dat ja, iedereen, of tenminste nou ja, iedereen gemiddeld komen genomen, ja. wordt er sneller gelopen op ja. die schoenen. En is de lijn zijn. dat is ook in lijn wat we in alle wedstrijden ja. zien. Toch? Ja. Daarom gaan alle records eraan. En toch, uh, dan moet ik ook weer denken, laatst aan, uh, aan de Massive Movement van de vorige keer van uh, Jacco Verharen. Mm -hmm. Uh, die liet heel mooi zien van de tijd toen dan uh, Pieter van der Hogeband voor het eerst onder de. En nou ga ik even gissen, ergens op de 100 meter. Ja, een hele snelle tijd. 50 barrière. seconden, ik weet het ja, niet. Ja, ja, ja. een barrière slechte. Ja. En hij zei, nou, en dat was de tijd van de pakken eigenlijk, kwamen we toen op. Toen hebben ze de pakken afgeschaft. Maar ineens zijn, ineens zijn er al, of inmiddels zijn er honderden mensen. die sneller dan die tijd zijn gekomen. Alsof we toch die mentale. Barrière ook geslecht wordt op het moment dat, dat het mensen lukt om daaronder te duiken. Ja. En dan telt mee van misschien in het hele plaatje: van Kipchoge onder de twee uur, ook dankzij die snelle schoenen. Iedereen heeft snelle schoenen. En aan de andere kant, ja, als ik uh, jouw verhalen hoor, dan, uh, dan, dan... Ja, jij bent echt, uh, echt overtuigd. Ik van, ben ja, fan. Ik ben ja, nou, echt nou, maar misschien is het dus mijn ja. placebo, hè? Dat kan. Ja, ja. Maar ik, ik, ja, ik moet zeggen, ja, luister, die Flight, Er zitten ook zulke apparaten aan je ja. voeten. Uh, ik bedoel, in, in, in een wedstrijdje tegenwoordig is het redelijk normaal. Ja. Ik kwam afgelopen jaar een keer thuis. En toen was een buurjongen hier op schoolplein aan het voetballen. En mijn dochter was er ook, dus ik liep daarheen. <laughs> en echt, zijn bek viel letterlijk ja, open. Ja, wat, wat heb jij aan ja. je voeten? Kom je wat? uit de, uit de ja. disco of zo? Ja. Dus het zijn natuurlijk ook wel bijzondere apparaten. Ja. En ik, ja. Ja, ik vind ook dat je het echt voelt. Maar um, twee studentenprojecten met snelle lopers: 16 km per ja. uur. Ja. Wedstrijd: Kenianen. Klopt. Een van de vragen is: is dit nou beneficial, wil ik zeggen, maar is dit nou voordelig voor alle soorten lopers? Los van die individuele verschillen, hebben we al gezegd, ja. sommigen ja. worden langzamer op. Ja. Maar voor de mensen voor wie er sneller op worden, komen ja. die ook bij langzamer lopen steeds. Alle studies op een rij uh, uh, zettend, kom je eigenlijk uit van snelheden van 10 tot 18 km per uur, is nu gemeten. En dus ook, dus, nou, snelle lopers van 16 tot 18 en langzaam van, van 10 tot 12. En dan zie je dat gemiddeld genomen toch een voordeel op superstappers. Dan worden wel eigenlijk de juist de Nike-schoenen, het meeste gebruikt in die studies. Mm -hmm. Ja, alsof dat dan toch de. De, nu de standaard is geworden om bepaalde hypotheses te of, testen. Zo diep zijn wij natuurlijk niet gaan. Financieren ze. Ja, veel dat kan ook nog best. Nou ja, ja, ja dat is mogelijk. Ja. Maar dat is omdat daar nu het meest over gepubliceerd wordt, kan je het ook. Kijk, als de studies van de hoogkamer, daar wil je misschien. Uh, het mee vergelijken. Ja, ja. En dat is de benchmark. Wat wel ja. grappig is, want toen in het begin weet ik nog... rolstukken die maakten zich echt zorgen van... Nou, die Vaporfly was al 4%. Die dacht hij... Dat is insight, hè? Mensen die al acht seizoenen meegaan, die kennen hem. Maar dat is een referentie naar een Zuid-Afrikaanse sportwetenschapper... met een eigen podcast, The Real Science of ja. Sports podcast. En die was zo tegen alle, uh, het, het feit dat die schoenen gewoon goedgekeurd werden... en dat de regels kwamen met... met uh, Slechts, nou ja, dat je de hoogte van de de Zol 4 ja. centimeter, 1 ja. carbonplaat. Hij vond echt van ja, het moet gewoon twee of 2,5 centimeter. Want iedereen heeft ja, een hij voorbeeld. vond toen Eigenlijk dat is... de essentie van de sport ja. werd geraakt. Want opeens werd hardlopen een materiaalsport. Precies. In ja. plaats van de meest zuivere sportvorm ja. die er was. En dan noemde hij volgens mij: Ja, dit is nu maar de Vaporfly die die 4% laat zien. Maar ja, straks komt een nieuwe schoen. De Alpha Fly wordt genoemd. Nou, misschien geeft hij wel 8% voordeel. Nou, in die studies die ik heb gezien. Komen ze de hoogstens uit naar nou, bijvoorbeeld dat studentenproject? Nou, 3%. Dus het blijft al een beetje hangen tussen de 3, 4, 5%. Ja. En niet. Zo Wat een nogal eentje, significant is, natuurlijk. Zeker, maar niet dat we schoenen al ergens in het lab hebben gezien en getest. Die zeggen: wow, hier, ga je echt, hier vlieg je echt op met een 10%. procent nee. uh, tegelijkertijd zijn oproep voor regelgeving is er enigszins. We hebben natuurlijk de maximale zoolhoogte van 4 centimeter ja. in de atletiek. Is begin dit jaar ook overgenomen door de wereld. Triathlonbond, want we zagen vorig hmm. jaar bij het wereldkampioenschap Ironman. Uh, Gustav Iden, ja. op 8 centimeter ja. dikke ja. zolen. Lopen. Ja. 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 Dat is inmiddels toch in de triathlon ja. ook niet meer toegestaan. Ja, precies. Ja, dus die uh, daar, daar, maar daar zit tussen uh, het speelveld. Uh, bevindt zich daar tussen? Een van de suggesties waarom je zoveel sneller zou zijn met die schoenen is ook niet zozeer wat ze doen tijdens je wedstrijd, maar dat je er veel meer en harder mee zou kunnen trainen. Mm, ja. Omdat damping, ja. minder spierschade, langere afstanden. Ik geloof dat uh, zijn naam ontschiet. Maar hoe heet onze grote nieuwe Keniaanse of Ethiopische talent? Uh, Kiptoe? Ja, die ook ja. naar Rotterdam komt. Ja. Die traint geloof ik, de... ik in plaats van 180, 190. Ik geloof 300 ja, ja. kilometer ja. in de week. Ja. En dat zou dus kunnen, bijvoorbeeld door de nieuwe materialen. Zeker. Nog even terugkomend. Effe, want dan dat mensen denken: hé, hey, eh, ik loop wat langzamer. Heb ik evenveel voordeel? Daar lijkt het. De studie die gedaan zijn, die laten net iets minder voordeel zien. 1 tot 2 procent. Maar er is nog okay. altijd voordeel. Ja. Dus oh, ik dacht beetje... dat we dat puntje hadden. Nee, ja. oké. Okay. Uh, eigenlijk is daar nog niet zo heel veel gedaan, Gerrit. Uh, over over dat, kunnen... dat je beter zou herstellen en daarom meer ja. kan trainen. Kijk, dat is, ik, ik kom op twee studies uit die ik gevonden heb. Ze hebben uh, ja, uh, de, de VaporFly Next procent ingezet bij een intervaltraining. Ja. Van vijf keer 1 kilometer 90 seconden herstel ertussen. Ja. Op twee verschillende dagen. Ja. En dan uh, met traditionele schoenen of dan die, de Vaporfly. Ja. En dan hebben ze eigenlijk de stride uh, gebruikt. Ja. Uh, de, de vermogensmeter, de ja De uitslag ja. gemeten. Uh, en ze hebben gevraagd van het herstel in de dagen daarna. Van hoe voel je de spierpijn? Ja. Nou, uh, twee bevindingen. Uh, ten eerste, dus dezelfde groep lopers. Ze gingen gewoon. Harder. Uh, in die intervallen. In die intervallen op die ja, schoenen. Herken ik ook. En dan kan vraag je ook. op een betere prestatie. Ja. dus. En de dag daarna, of de dagen daarna hadden ze minder spierpijn. Herken ik ook. Nou, dus ja. dat, dat past wel in, in dat verhaal. Het andere, wat ook wel past, van hey, kan je hier meer kilometers op maken, is een studie waarin ze. Dus hebben ze... Uh, Ik zit me nu te bedenken. Als die jongen 300 kilometer in de week loopt... dan moet hij dus iedere twee weken nieuwe schoenen ja, hebben. Ja. dat op dit soort schoenen zou doen. Ze hebben spierpijn opgewekt door mensen uh, 30 minuten downhill te laten lopen. Nou, ja, dat is echt uh, een mooie <laughs> manier om... Uh, Spierschade op te ja. wekken. Uh, want dat, dat, dat lichaam moet steeds die schokken uh, gewoon opvangen. En dat hebben ze gedaan eigenlijk op... Uh, de, de loop-economie gemeten voor en na dat opwekken van de spierpijn in twee verschillende schoenen. Traditionele schoenen en superstappers. Ja. Nou, dat was op zich de spierpijn of de spierschade zelf, die verschilde niet. Tussen beide, dus het is niet dat je er minder spierpijn van krijgt. En wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben naar markers gekeken, dus voor spierschade in het bloed. Hmm. Maar ze hebben ook ja. biopten genomen. En ze zeiden eigenlijk de spierschade die we, nou ja, dat wordt dan op een bepaalde manier... Geturfd. Hmm. Zij zei, we hmm. zien eigenlijk geen verschil. Dus het is nou niet zo dat het beschermd tegen minder spiers zijn. In ieder geval niet in het protocol van 30 minuten. Dou, zeggen, Dit is ook wel een ja. hele heftige. Ja, hè? Precies. Ja. Ik moet even terugdenken aan mijn Duitse trail, waar ik even drie hellingen afgedenderd ben op die dikke stappers. Ja. Maar, maar Dat ja, was nog geen 30 minuten. Maar de, als je dan een week daarna, of de ik weet niet wanneer. Ja, ik denk. Week, nou, of drie dagen daarna weer gingen lopen. Met die spierpijn, twee dagen daarna. Ja. Dan zagen ze nog steeds wel dat wat met spierschade lopen. Daar ja. word je ook minder efficiënt van. Ja. Kan je je ja, ja, voorstellen. Maar als je dat dan op die uh, superstappers doet. Dan ben je toch nog een stuk efficiënter aan het lopen dan op die traditionele. Oké, okay. dus Ook niet... met spierpijn. Ja, ook met spierpijn. Maar dat zou Precies. dus het argument ondersteunen dat je dus met superstappers, wat een leuke naam is voor schoenen met dikke... Ja. Um, meer kan trainen. Ja. Want je kan dus ook onder belasting, of in, in vorige week leerden we van Roel over load dus in weken waarin je heel veel traint, Precies. relatief kwalitatief ja. goede trainingen blijven ja. doen. Ja, ja, waarschijnlijk kun je dus daardoor ook hogere intensiteit... nou als jij gewoon uh, toch die loop-economie iets hoger kan houden... en ja. efficiënter kan blijven lopen. Dus dat zijn wel aanwijzingen zeker dat dat, uh, dat Zo scheelt. Aan de andere kant moet ik dan ook wel zeggen... er is een waarschuwing geweest uh, vanuit een studie... van een aantal, ja, meer medisch gerichte studie... orthopeden misschien, die hoek. Uh, vijf uh, casussen hebben die op een rij gezet van... Uh, ja, snelle hardlopers. Ja. Die allemaal uh, ja, langskwamen. Uh, en die zeiden, ja, we hebben een uh, beginnen blessure. Het is nog geen nou, stressfactuur. Want dit is de reden. Toen, want, want, je, hou vast, ik wilde toevoegen: toen ik dat doorkreeg van oh ja, door dat trainen en spierschad, dacht ik ik ga dan ook. Want ik gebruik mm -hmm. de eerste schoenen met de dikke zolen, vooral bij de wedstrijden. Ja, ja. Of. Ik hoop dat Guido niet luistert. Op de pittige intervaltrainingen. Want ah, we hebben het al ja, vaker ja. aan hem gevraagd. Ik zeg, moet ik die stride niet aanpassen ja. aan schoenen? Zeg ik, nee, nee, maakt allemaal niks uit. Nou, mijn ja, reet maakt precies. niks uit. Ja. Ik loop echt wel makkelijker mijn vermogens op schoenen met dikke zolen... dan op schoenen met dunne zolen. Ja. Maar goed, als Guido zegt ja. dat niet zo is, ja. dan is het niet zo. Dus ik, ik, had, ik zette ze eerst vrij spaarzaam in. Toen ik dit hoorde, dacht ik, nou, ik moet veel meer op die dikke zolen gaan trainen. Ja. Totdat ik inderdaad, en dan ga verder waar je verder hier, hier ook over hoorde, dat er gerapporteerd werd dat je soort van middenvoetsbeentjesfracturen... of stressfracturen ja, krijgt ja. van die carbonplaat. Nou, ja, het was niet. Ja, nee, dat klopt. Want dat, uh, wat zij zagen is eigenlijk dat. Nou ja, zij noemen het blessures en dan nog net geen stressfracturen. Van het os en het voetwortelbeentje. Dus het zit net iets hoger eigenlijk. Ja, ja. Zo, uh, ik wijs hem aan. He, de, de, nou, de, Me, uh, op je voet. Ja. ja, precies. Uh, en daar liet ze foto's bij zien. En dat waren allemaal mensen die veel kilometers maakten. Plus die dat deden in die superstappen, Ze zeiden, ja, nee, hey, uh, de, een soort waarschuwingssignaal van let op. Want wat, wat de hoogkamer destijds ook uh, uitlegde... Wat, wat ze wel zien in, in, uh, in deze schoenen... is dat op de een of andere manier... het energieverlies uh, op, bij die middenvoetsbeentjes inderdaad... Ja, ja. hij noemt het altijd het, uh, het MPT-gevricht... Uh, ja, laat maar. Het ja, het gewricht in het midden van je voet. gewricht. Oké, okay, applaus. Tussen je middenvoetsbeentjes. Uh, en um, ja. en daar, daar zit eigenlijk, zegt hij, daar heb je normaliter echt wel veel energieverlies. En in dit geval, door die, nou, die, voor, die, die voorgevormde plaat, ja. dat het daar stijf is. Nou, dan, dan meten ze daar, dan zien ze daar dat dat, dat energieverlies een stuk minder wordt. Maar dat is bij een beetje de waarschuwing erbij. Met normaliter in de oude schoenen gaan jouw spieren, moeten daar aan het werk ja. om die dat energieverlies op te vangen, te compenseren, die, die, die kleine minuscule bewegingen die er plaatsvinden, et cetera. Ja. ja. En misschien in die nieuwe schoenen. Worden, krijg je luie voeten. Ja, word je lui. Ja. Ja. En, uh, nou ja, en dat geeft weer andere belasting op andere bordjes. Een paar en... weken terug, uh, ik weet er weer. Oh ja, toen we de Brooks brooks. Jij zegt Brooks, hè? Ik zeg ja. Brooks. Ik weet niet. Toen ik we de Max ja. schoenen aan het uitpakken waren, ja. riep ik al. Nou, ik ben blij met een paardje zonder zolen, want ik ben hier bang voor. En toen begon je al. Eh, ik weet niet of het wist, want je zegt nu. Er zijn vijf. K6, vijf ja. ja. gevallen ja. gerapporteerd. Dus Dit is dus... nog geen algemene nee. wetenschappelijke medische kennis. Nee, ik denk dat je echt... Uh, ik, ja, het wachten is eigenlijk op de studie die... Ja, maar ja, daar heb je blessures voor nodig... om dat te kunnen gaan turven. Hè. Ja. Met de grote groep mensen die uh, die je gaat vergelijken. Waarschijnlijk wil je weten, maken ze evenveel kilometers... Uh, dus bij dezelfde intensiteit. Uh, nou, dat ja. is ook Geparen qua leeftijd. En, 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 maar ja, dan, dan, ik dan blijf op, ik maar bij maar... Patrick Stastra. Ja. Uh, je moet gewoon Afvisselen. afwisselen ja. om die voeten niet luid te laten worden. Dus Precies. je moet sowieso ja. een paar of drie ja. uh, verschillende schoenen mixen. Ja, en af en toe blote voeten lopen. Ja, nou, dan dan niet. Schoenen, dat doe ik nee, dat is niet. Ja. Wat ik wel, maar in die zin, maar dat is dan ook. Ja, ik loop best veel, dus vandaar misschien die ervaring. Jij noemde net, ik hoorde ze de, de, de socken niet, zoals ze niet. Ja. Hoe dat zeg je dan? Endorfins. Ja. Die heb ik ook. Want die zijn knalrood. Uh, en die hebben een tong. En ik heb natuurlijk hier al vaker betoogd dat die Nikes, die zijn heel irritant op de triatlonnen Want ja. die hebben geen tong. Dus daar heb je niks aan je snelvetens. Kom je niet door de wissel heen. Mm -hmm. Dus ik gebruik die, uh, die rode endofins in de triathlonwedstrijdjes. Ja. Maar die voelen, die voelen letterlijk keihard. Ja, dus ja. ik vind dat gewoon pijn doen. En nogmaals, voor een snelle vijf ja. op blote voeten in mijn schoenen vind ik dat prima. Ja. Maar ik ga er niet voor een, mijn lol uh, op trainen, ja. hoor. Apart. Ja, dat zit hem dan toch weer in het, in het schuim. Dan moeten we misschien ja. als laatste. Dat blijft, er zijn eigenlijk drie soorten schuim. Uh, waarvan, nou ja, Nike werd toen echt bekend van, want die had een ander soort schuim: P-bags. Mm. Uh, Dit zijn allemaal mooie afkortingen. Uh, Polyethyleen, blablabla. bla bla. Nou, uh, Eva bestaat er heel lang. Ethyleen, vinyl, acetaat. Mm. Zit overal in en dan heb je thermoplastisch uh, urethaan of zo Tuurlijk, TPU. Ja. Hm. Nou, ik bijvoorbeeld die uh, onze Brooks Brooks schoenen, ik ja, daar wordt dan weer gerapporteerd over een bepaald soort foam, ja. maar ik kan niet zien welk of dat nou EVA of uh, TPU of noem ja. maar op, maar misschien moet ik daar verder in. Het, het het ene schuim is het andere weer niet, want je kan daar ook mee manipuleren door meer of minder ja, uh, lucht in te laten. En wat ze ook doen, ze spuiten er dus allerlei gassen in. Oh ja. Heb ik begrepen. Ja, en dat geeft dan samen, net Voor zoals jij je luchtkamertjes hebt. Ja, ja, ja. Nike MX'en doen maar aan denken. Ook in je schuim gewoon minuscule uh, luchtkamertjes. Ja. En dan als je daar nog wat, wat, wat gas uh, in, in gooit. Dus uh, ja, dat wil nou niet zeggen dat EVA per definitie uh, bijvoorbeeld minder veerkrachtig is dan, dan Payback's. Het ligt er maar aan hoe ze het hoe, hebben voorgegeven. Ja, gegeven. want in ja. die Adria schoenen zit bijvoorbeeld wel ook, ook dat Eva. Maar wat wel grappig uh, of wat, ja, wat wel interessant is. Hoe Hoogkamer heeft de laatste studie gedaan met wat Spanjaarden. Uh, en dat redelijk ik, random. Ja. Ja, ja, nee. Maar die hebben dus twee paar schoenen. En dan hebben ze, nou vond ik wel mooi uitgevoerd. Want daar hebben ze eigenlijk de bovenkant was precies hetzelfde. Mm -hmm. En dan hebben ze de onderkant. Nou, de ene was Eva, de andere was p en dan weer op die loopband gezet, loop gemeten bij een groep uh, hardlopers, wel weer sneller. Nou, en dan zagen ze daadwerkelijk dat de p energiezuiniger liep. Oké, okay, dus hij ging nu onderzoek doen naar de verschillende soorten ja. schuim. Sacket schuim, precies. En dat hebben ze gedaan in een vers toestand van die schoenen, net uit de doos hmm. of 450 kilometer later. Ja en dus in het begin zag je verschil tussen die twee, maar na 450 kilometer niet meer. Oké. Okay. Peabags was echt achteruit gegaan. Ja. Zeg maar, werd die ja werd steeds. Die veerkracht uh, of de respons wordt ja. lager. Ja. In ieder geval je zag dat terug. Het kostte bij diezelfde snelheid meer zuurstofverbruik uh, mm -hmm. uh, ging omhoog, uh, terwijl het Eva dat die, die ging niet achteruit, of veel minder achteruit, waardoor je na 450 kilometer geen verschil meer tussen die twee materialen had, Aha. dus dat speelt daar ook nog weer dwars. En nee, normaal is, dan is het natuurlijk ergens in de discussie zeggen: Ja, nou de mate nu bij 450 kilometer, maar we weten niet hoe het is. Na 100 kilometer, of misschien naar 50 kilometer. Ja, km. ja. Dat wil maar zeggen: volgende onderzoeksgebied gaat ja. zich verdiepen in de materiaalwetenschap ja. achter het schuim. Ja. Dus uh, ik, ik, ik neig nog steeds heel erg van... het moet ook nog lekker zitten. Hé, hey, maar wat moet ik nou? Uh, uh, deze aflevering komt uit. Met die niet schoenen van jou. Nee, nee, nee. Maar uh, het, het komt, uh, we komen uit op 5 januari ja. 2024. Iedereen heeft goede voornemens. Ja. Wil gaan hardlopen. Wil gaan meedoen aan de loop. Zaterdag 1 juni 2024. Inschrijving is open. Maar je moet nieuwe hardloopschoenen kopen. <laughs> ja. Wat moeten we nou met deze schoenen-update? 1. Dikke zolen, hoor ik jou zeggen voor veel mensen voordelig sneller of langzamer lopen, maar ja. ook altijd mensen die er juist langzamer op ja. worden. Dus blijf luisteren naar je gevoel. Ja, maar dan moet ik dit ook weer nuanceren, want die studies zijn eigenlijk ook onvoldoende gedaan. Ze kunnen best de nonres of de, de negatieve responders, ja, die in die ene schoen, dat zou interessant zijn om erachter te komen of, of dat eh, die in een andere, andere schoen, schoen het wel doen. Misschien wel. Oh. Dat dus kunnen is, we ook weer niet zeggen. Ja, want wel maar ik wil ter, maar zeggen, als jij het gevoel hebt, er is niks voor mij, zo'n dikke zool, dat zou ja. zomaar kunnen. Ja. Hè? Dat, dat, dat wordt ook in de wetenschap gezien. Of je moet heel veel geld meenemen elke keer voor die Adidas schoenen gaan, ja, 500 Nou ja, want dat is ja. het andere. Het is dus heel duur. En daar wilde ik een beetje naartoe... Nee, het is niet duur. Het kost veel geld. Ja. Uh, <laughs> <laughs> daar wilde ik naartoe werken. Helemaal... In het begin, toen we het over schoenen hadden en over wat schoenen uitmaken voor je prestatie. En met name, dat is natuurlijk zeker voor mensen die beginnen op het gebied van goede voornemens met lopen. over blessurepreventie. gaat het natuurlijk om dat de schoenen lekker zitten. Ja, ja. Dat is uiteindelijk van alle studies en alle wetenschappen ja. de belangrijkste eigenschap. Trek ze aan. Heb je het gevoel: dit is thuiskomen, dit is fijn lopen, dit, doet, dit voelt goed. Ja. Daar zijn je schoenen. Ja. Ja, want ik. En als ze dan voor mij schoenen met dikke zolen zijn, dat kan. Maar voor een ander kunnen dat 200 euro goedkopere schoenen zijn. Die ja, ook want zijn. ik volgens mij was dat toen in het begin dacht iedereen van na die Vaporfly, nou, iedereen of al die Nike lopers gaan nu de Alpha Fly. Maar dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Omdat ze die dan weer te instabiel vonden. Of noem maar op, dan zag je mensen er toch weer teruggaan naar de Vaporfly. Dus ook binnen die toplopers is het niet een gegeven van we moeten allemaal de nieuwste en de snelste schoen. Nee. Maar ja, toch wel eentje waar jij uh, ja, die je lekker aan je voeten uh, uh, vindt zitten. En waar jij uh, goed op loopt. Plus, inderdaad, uh, we noemen het al. Afwisselen is ook hartstikke belangrijk. Uh, gooi je oude schoenen dus niet uh, te snel weg. Nou nee. uh, ja, ja, ik zit gewoon richting Rotterdam, denk ik. Ja, nou, ik denk dat dan de Brooks toch wel ook een beetje al. Uh, als ik genoeg Tegen kilometers maak. Ja, ja, ik denk wel nou, dat ik het. Uh, tip uh, ga van proberen. mij uit, uh, uit uh, alle ervaring, uh, bedenk op tijd wat ja. je wedstrijdschoenen gaan Precies. worden. Ja. En volgens mij wil je er niet meer dan 400 kilometer op hebben staan. Sterker nog, misschien wel niet meer dan 200 nee, kilometer. En ik wil dus, er ook niet meer dan 400 euro aan uitgeven. Nee, dus, uh, dus misschien de, moet je nog eens uh, even uh, de markt de op en een beetje gaan shoppen. Ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Dat is uh, voor jou. Tot zover denk ik even de schoenen-update. Uh, we gaan zoomen met Vroemen. Gaan we even terugblikken op de hoogtepunten van 2023. En vooral vooruitblikken naar de mm, save the dates en de belangrijke data van 2024. Ik noemde er alleen 1 juni. Maar niet voordat ik nog even een paar mensen... Als jij nu uh, goede voornemens hebt en een van je goede voornemens is... Ja, ik luister nu toch al weken... Misschien maanden, misschien jaren naar de Slimmer Presteren podcast En al die tijd denk ik al, echt wel lekker bezig, die gasten. Daar heb ik veel aan. Of misschien hebben we je wel door deze update een paar honderd euro bespaard. Ja, we moeten het ergens van doen. Kortom, word vriend van de show. Surf naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En geef ons ook voor 2024 weer iedere maand een kopje koffie cadeau. 3 euro per maand of nog liever 33 euro per jaar. Krijg je een maand gratis, betalen wij één keer transactiekosten. Amber deed dat, Michael deed dat en ook Michael Schouten zijn de laatste nieuwe toevoegingen aan het leger Vrienden van de Show. Vrienden van de Show krijgen 25% korting in de webshop en exclusieve toegang tot de slimmer presteren Strava Club. En Daar kun je dus ook zien hoe onder andere Jurgen van Tevelen en alle <laughs> andere vrienden van de Show op weg zijn naar die Rotterdam Marathon. Wat ze trainen, hoe ze trainen, of ze nog heel zijn, waar ze trainen. In de Spanje ben je lekker aan het lopen. Ja, het ja, ziet er mooi leuk. uit. Ja. Anyway, we gaan Guido Vroemer erbij halen. We gaan zoomen met voemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Je laat uh, op de video nog even je tien vingers zien. Geen vuurwerk afgestoken. <laughs> Nee, dat Met doe het... ik al lang niet meer. Nee, dat kan niet meer, hè? Doen we niet meer. Nee, dat... ik heb honden. Die vinden dat verschrikkelijk. Ja, precies. Nou, fijn dat het uh, wellicht bijna <laughs> Nederland uit is geband. Dus dat was een rustig houten nieuw, denk ik, bij jou. Uh, ja, nou, één hond, hond is, uh, is ondertussen... Uh, bijna doof, dus dat is gunstig ja. voor dat, wat dat betreft, want ja. die heeft dan niet meer in de gaten dat er geknald wordt. <laughs> maar dan is het inderdaad uh, even wachten tot het twaalf uur geweest is en dan knalt het er, um, en dan uh, wel te rusten. Ja, lekker. Nee, hey, uh, de laatste aflevering van het jaar. Uh, of misschien wel de eerste van het nieuwe jaar. Het is in ieder geval de laatste van seizoen 8. Dan hebben we maar liefst 8 uh, keer 2... Nee, 21 afleveringen is 168 afleveringen weer op zitten. Dus uh, tijd om met elkaar eens even terug te blikken op 2023. En vooral ook vooruit te blikken op 2024. Zal ik eens beginnen met wat cijfers? He? Toch? Mannen ja. van de data. Uh, wat leuk is om te zien is dat wij uh, inmiddels uh, rond... Uh, Meestal gemiddeld zo'n 7500 luisteraars per week hebben. Dat uh, begint uh, en blijft maar opkruipen. Dat is, ik heb even opgezocht, Dat is nog geen Ziggo, uh, Ziggo Dome ja. vol. Maar dat is toch al zeker uh, de, de buurman, de Heineken Musical, of nu Afas Live. Ja, dat is live Ruim vol. Ja. Dus, uh, nou, uh, oh, Oké, okay. nou, dan gaan we volgend jaar voor de Ziggo Dome. <laughs> en het jaar daarop ga ik naar de Arena. Ja, toch. <laughs> Kijken hoe ver we komen. Ja. Um, Spotify heeft natuurlijk begin december weer een mooie Spotify Wrapped gemaakt. Heel leuk. kreeg van heel veel luisteraars ook uh, werden we getagd op Instagram. Dat we in hun uh, top vijf lijstjes staan. Wist jij dat we in maar liefst in. Uh, 6.309 mensen op Spotify 6309. staan we in de top 5. Dus de, ah, okay. oh, 6300. Ja. dat is precies ja. de capaciteit ja. van Avals Live. Ja. Zo. Waarbij Spotify ook nog eens maar de helft van onze uh, luisteraars vertegenwoordigt. Mm. Maar uh, ongeveer 50% luistert via Spotify. En bij maar liefst 1710 mensen zijn wij de nummer 1 podcast in hun uh, Spotify-web. Onvoorstelbaar. Vet hè? Ja, dat vind ik ja. echt yes. heel mooi. Vind ik echt heel veel ook. Nou. Uh, grote dank aan uh, al die luisteraars die dat mogelijk maken. En ook nog een leuk feitje uit uh, Spotify Rap is dat um, afgelopen jaar de aflevering met Merel Wielink hmm. over menstruatie mythes en slimmer presteren de meest gedeelde aflevering van het jaar is. Oké. Okay. Ja. Dat dus ah, was nou... ook een hele goeie. Dat was een hele goeie. Merel, ik hoop ja. dat je nog steeds trouw luistert. Dank je wel. Fijn dat je dat uh, met ons hebt gedeeld. Collega Sportarts. Precies. <laughs> dus uh, fijn dat we dat. Uh, ja, was mede naar aanleiding van feedback van luisteraars ja. ook, hè? Ja, misschien er, moet Guido wat vaker collega-sportartsen aandragen. <laughs> Denk hè? Je dat dat het was? In jouw netwerk, uh, Guido. Dus, uh, ja, 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 ja. Je oren maar open voor. Uh, Ik zal ja, eens opletten nou, dat, of er ja. interessante dingen komen. Ja. Breng mij al eigenlijk tot een hoogtepunt voor 2024. Nee, dat, dat kan dat niet. Doen we, we, hebben, nee. je, we doen eerst terugblikken, dan vooruitkijken. <laughs> ja. 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 Yeah. Heb je een hoogtepuntje? Hoogtepuntje, ja, we, we hadden al uh, de oude torenlopen, maar die hebben we al eerder gehad, hè? Ja, Ed leuren ja. Voor mezelf, persoonlijk, hoogtepuntje. Ja, voor je Toch dat? Wel in onze, alve, podcast een alve podcast alve onze podcast journey. Oh zo, voor je sportief hoogtepunt. Oeh, onze podcast journey. 42 afleveringen was het een ja. aflevering, was het een moment, een event. Kijk, etten was natuurlijk ook de eerste keer dat we echt... Nou, we hebben al vaker meetups gedaan. Hè, dit mm -hmm. jaar bij de CPC we hadden we een mooie groepsfoto. Ja. Bij de Rotterdam Marathon hadden we een mooie foto. Maar in de Marathon van Brabant was het natuurlijk de eerste keer dat we echt zeiden... Hey, wij adopteren een evenement en we gaan daar echt samen ja, naartoe. Ja, dus dat vond ik, als af, dat vond ik zeker uh, nummer één wat dat betreft. Qua aflevering, ik denk, uh, ik vond Ruud, audience, vind ik heel interessant. Nou, nu ja, net, vorige zeker. week. Ja, Omdat die is ik dat precies uh, wat ik nodig had. Hè? Ik bedoel, die... Ik nou, druk. Presteren druk. onder druk. Ja. No, druk. Ik ga nou heel relaxed eigenlijk. Uh, oh ja, dus meteen binnen een de week de heb je zoveel stress ja. uh, getraind. Ja, uh, ben precies. je helemaal klaar ik kan, ik kan het weer helemaal aan in dit jaar. Ja. 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 Giel, wat is voor jou een, uh, een hoogtepunt van 2023? Nou, qua afleveringen zijn ze allemaal uh, hoogtepunten <laughs> ja, natuurlijk. 42 <laughs> maar, uh, keer uh, raak. Ik moet, ze <laughs> <laughs> ik moet zeggen die, uh, dat we de, de, uh, de, het Sportlab hebben geïntroduceerd. is natuurlijk wel mm -hmm. een hele mooie. Ja. En eh, nou ja, dan komen we straks op, op vooruitkijken. Dan wel op terug. Want dat moet natuurlijk nog verder uitgebreid gaan worden. Want dat is eigenlijk wel heel leuk om te doen. Ja. Dat en ook, wel... ik merk ook, nadat nou, je al die cijfers, als je die allemaal al hebt geroepen van mensen die daar luisteren zoveel. Ik ben, dat je als je ergens staat te kijken dat, en je praat met iemand en dan komt er ineens iemand zo <laughs> luisteren. En die zegt <laughs> nee, hé... Hey, Stem ken ik. <laughs> ben jij Guido Vroemen? <laughs> ja. Dat je denkt, huh, maar wie ben jij dan? Ja, ja ik luister naar de Slimme Presteren podcast. En ik denk, hé, hey, die stem ken ik. Grappig. En ik denk, oh, oké. Okay. Ja. is het dan zover dat we aan de stem herkend worden? Ja, ja. ja dus Volgens mij hebben we ja, dat uh, alle dat. drie meegemaakt dit jaar. Op verschillende momenten. <laughs> het, het blijft, ja, luisteraars zullen denken, ja, de gasten natuurlijk. Ik luister jullie erbij. Maar het blijft voor ons toch wel bijzonder, hè? Wij zitten hier maar ja. gewoon. Ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk. Ja, ja, Jeetje, wat, oh, heb, huh, luister jij ook al? Oh, luister jij ook al? Dan hoor je mensen die bij mij in de praktijk wel eens langskomen voor een test en zo. Ja, want ik heb gehoord op de in je, naar je slimme presteren podcast. Oké. Okay, oh, ja, 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 het maakt uit wat je zegt. Over mensen die luisteren. Wat ik een grappige trend vind. Wat uh, uh, in november, december uh, van 23 een beetje begon op te komen, is dat op onze Instagram <laughs> zie ik steeds meer atleten. Uh, ook ons gaan volgen. Dus zeg maar echt, weet je, uh, prof profatletiekers. Uh, niet per se alleen maar hardlopen, atleten. maar. atleten. Ja, gewoon atleten. Ja, ja, maar dat is ook de ja. algemene term. Dus ja. op een of andere manier, en ik vraag me al heel erg af hoe dat komt, want dan dat brengt me ook in verwarring. Dan denk ik, hé, hey, wij zijn toch ook juist voor de amateursporter en we willen mensen in beweging krijgen. En dan, nou ja, de ja. serieuzere amateursporter. Uh, onze producer Sander zei eerder vandaag: Nou, uh, amateursporter, jullie hebben het over of je een hele of een halve marathon gaat lopen. <laughs> jullie verlevingswereld is een behoorlijk kente af van iemand die zijn eerste vijf kilometer gaat doen. Ja, ja. Hmm. Terwijl ik ja. toch graag die mensen ook mee wil nemen of zo. Ja, dat klopt. Als je, kijk, als je al, we hebben best wel veel mensen die al een beetje in de triathlon zitten. Dan ben je al, al wat verder dan zeg maar een absolute beginner natuurlijk. Hè? Want dan ja. heb je al wat dingen geprobeerd. En je bent al wat verder. En je gaat al denken, oh, ik ga al drie sporten combineren. Dus ja, dus de, eh, maar dan is het wel nog een verschil, zeg maar of je dat eh, zo professioneel doet. Of je denkt, nou ja, ik vind het gewoon leuk. Ja, nee eens. Ik, 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 ik hoop dus ook. En dan dat is misschien dan al de brug. Nee, ik heb nog wel mijn hoogtepunt van 23. Maar ik hoop dat het ons lukt. Om die hele breedte te ja. blijven boeien, van mensen die ja. uh, professioneel, semi-professioneel aan sport doen of sporters begeleiden, tot aan de mensen die gewoon uh, zeggen: joh, ik loop uh, mijn eerste vijf kilometer en daar ben ik blij en trots op. Uh, ja. Maar ik vind het gewoon interessant om te horen wat die toppers doen. Of uh, om te ja. horen van Jurgen ja. wat kan ik nog niet doe. Zeker. Ja. <laughs> ja, maar dat is het ook. Hè, weet je? Dus de, de mensen die, die, nou ja, die, die sporten doen en die proberen zelf ook altijd beter te worden, of het beste uit zichzelf te halen. die vinden het ook wel mooi om te horen wat, wat, ja, wat doen die, wat die nog toppers gaan. nou. Ja. Hè, wat doet die dan? En, en um, nou ja, wat kan ik daar dan van meenemen, wat voor mij ook mogelijk is? Exact. Ja, maar dat, en dat vond ik het mooist gezien en dan kom ik bij mijn hoogtepunt. Mijn hoogtepunt is dat we in 2023 voor het eerst zijn begonnen met luisteraars aan elkaar te hmm. verbinden. Ik bedoel, het is natuurlijk super tof dat je nu luistert dat je ons volgt op social media en dat je luisteraar bent. Maar we hebben in uh, rond, even denken, april, mei, juni, nou rond die koers, hebben we de Slimmer Posteren podcast WhatsApp community geïntroduceerd met de regionale chapters. Uh, chapter uh, Arnhem-Nijmegen, chapter Utrecht, chapter uh, Rotterdam-Den Haag. Ja. Haarlem-Amsterdam en Chapter Brabant hebben we middels, dus we missen nog wat in Noord-Nederland. En daarin ja, zitten in de basis vrienden van de show, maar ik check niet, moet ik zeggen, als iemand zich aanmeldt. Maar als je vriend van de show wordt, krijg je een mail met een linkje naar de community. En daarin, nou ja, om de zoveel tijd brandt daar even wat op en soms is dat ook wekenlang stil, maar daarin weten mensen elkaar te vinden en wordt er ofwel samen naar evenementen toegegaan, wordt er trainings afgesproken. En dat hebben natuurlijk ook rondom een aantal evenementen gedaan. En wat ik zo mooi vond in Etten-Leur en bij de Zevenheuvel bijvoorbeeld, dat je daar dus ook ziet dat wij aan de ene kant een laurij hebben die ja. in startvak grijs staat en zwaar onder het uur. Hè? En nog een aantal atleten die ja. gewoon 52, 53 <laughs> minuten lopen op de Zevenheuvelloop. En we hebben mensen in startvak roze die al heel trots zijn dat ze op, onder uh, de anderhalf uh, uh, uur. uur of voor mij 1 ja. uur, 3 ja. kwartier lopen. Ja. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel het tofste. Dat we die hele breedte aan uh, mensen die sporten en bewegen ja. uh, kunnen En binden. uiteindelijk komen die met dezelfde verhalen soms wel in de, <laughs> de appgroep over... Uh, Waar uh, ze allemaal uh, tegenaan lopen. Ja, precies. Qua ja. slaap of qua eten of wat ga je aandoen, hoeveel lagen. Ja, meters, uh, ja. ja, ja. ja dat, is, dat is wel leuk. Hè. Dat eigenlijk dat je ook ziet als recreant volgens mij... dat ook die toppers uh, dezelfde probleempjes kunnen hebben in voorbereiding op en, uh, en andersom. Dus, uh, nou, ja. brengt ons bij 2024. Nou, we die maar eens uitbreiden, die communities, bijvoorbeeld. Dat goed, is ja. één. Mooi doel. Die community uitbreiden. En uh, uiteindelijk, kijk, een WhatsApp-community komt tot leven rondom evenementen. Dus volgens mij is het tijd om de agendas erbij te pakken, beste luisteraar. En een aantal uh, data vast even goed te markeren voor de Slimmer Posteren podcast. De eerste, ik uh, refereerde er onlangs al aan, uh, de uilentorenloop komt terug... Is in Leersum, Utrechtse Heuvelrug. Lokaal evenement wat wij als Slimmer Posteren Podcast mee organiseren, adopteren. En waar we dus ook zoveel mogelijk luisteraars aan de start willen hebben. Mocht je deze aflevering luisteren in 2024, 2025. En vraag je vraagt je af, wanneer is hij? Altijd de eerste zaterdag van juni. En in 2024 is dat dus zaterdag 1 juni. Nou, ik hoop je inschrijving is open. Dus uh, meld je gelijk aan. Neem iemand mee. Kom minimaal met z'n tweeën. Regel, regel een carpool vanuit je uh, chapter. En uh, kom met z'n allen naar Leersum toe. Dat is de eerste belangrijke datum. En de tweede belangrijke datum, Jurgen, weet je hem maar al uit je hoofd? 13 april, denk ik. Nee, natuurlijk niet. <laughs> <laughs> 19 oktober, gek. Ja, voor mij, hè? De ja, jij april. gaat de Rotterdam Marathon doen. Oh, voor mij zie je op 14 april. 19 oktober, man. Dan dus alleen. ik hoop dat jij niet 13 april al in Rotterdam zit. Dus zo ver weg, 19 oktober, ja. Maar het is ook weer op 19 oktober. Volgens mij hebben wij dan weer een, een lustrum te vieren. Of Zeker. Een, uh, een mijlpaal. Ja, een, Nog uh, alleen. Een era. Ja. Ik kan het even niet laten. Maar de Rotterdam Marathon is op zondag 14 april. <laughs> en de reden dat ik oh, dat jee. zo goed weet is dat het mijn verjaardag ah, is. Dus. Ja. Uh, Hm. Je mag de 13e naar Rotterdam. Ja. Ik weet niet doe, wat je daar gaat doen. Doe dat alvast. Ja. Ja. Nee, 19 oktober hebben wij zitten uittellen en uitplannen. Als wij gewoon in ons ritme blijven gaan. We hebben nu een vijf weken wintersport. Uh, wintersport? Nou, winterstop. dat zou je wel willen. Een winterstop. Uh, en dan gaan we weer 21 afleveringen doen. Dan hebben we zomerstop voor vijf weken. Dan gaan we weer 21 afleveringen doen. Dan komen wij op 19 oktober uit. Op een evenement. Zaterdag is dat. Uh, dat we onze 200ste aflevering gaan vieren. We moeten nog weten, uitzoeken of we daar uh, de Ziggo Dome, de AFAS Live... of toch <laughs> gewoon de Binder en Leersum ja. vooraf gaan huren. Uh, voorlopig is het nog de Binder en Leersum. Daar kunnen 300 man in in de theaterzaal. Oh, de schuur van Vroemen, denk ik wel. Of de schuur ja. van Vroemen. <laughs> <laughs> ja. het, het weiland kunnen ook een ja. grote tent opzetten. Ja, precies. precies. Maar 19 oktober, weet ik niet. Ik denk toch dat we naar binnen moeten. Uh, oh. Dus save the date. Uiteraard gaan we daar natuurlijk weer, om uh, um een beetje uit de kosten te komen, kaartjes voor verkopen. En uh, nou, dat ga je allemaal uh, als eerste weten via onze kanalen. E-mail, nieuwsbrief, social media, dus abonneer je. Ja, en verder, uh, inderdaad, gaan we ook samen sporten. 14 april Rotterdam Marathon. Jij vooral. Mm -hmm. Ik niet. Ik ga dit jaar geen marathon doen. In ieder geval de eerste helft niet. Ik ga kort en hard. Ja, ja, ja. precies. Ja. Al die 10 kilometer loopjes. Uh, Ik uh, vijf, uh, wil uh, maar sportloos. eens een, uh, een hele scherpe 10 kilometer neer gaan ja. zetten op 10 maart bij de CPC in Den Haag. Dat is jouw eerste, uh, ja. Nee, nou, is Dat niet is mijn eerste. Dat is het Dat eerste grote doel. Huh? Ja. Wind. Altijd wind. Ja, wind mee. Terug uit Scheveningen, ja. toch? Ja, maar je hebt hem ook tegen. Ja, Het is niet maar... alleen maar wind mee. Nou, ja, dan zit ik nog in de groep. Uh, de week daarvoor, 2 maart, drie Ja. Lekker, groen toch? Ook, ook met veel ja. mensen aan de start. Ja. En uh, nou ja, dat zijn zo wat plannen. En uh, verder, Guido, voor jou nog uh, mooie plannen, doelen voor uh, 2024? Ja, Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Ja, maar niet om zelf mee te doen, denk ik. Nee, 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 maar wel daarom eh, enorm zenuwachtig eh, langs de kans te zitten. Ja, want je hebt in <laughs> ieder geval natuurlijk Jet's plaats nog steeds onder begeleiding. Ja. Nog andere atleten die misschien wel of niet rondom de Olympics actief worden? Ja, alle terpstra. Mm -hmm. Ja, in het mountainbike. Ja. Ja, 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 dus dat zijn de ijzers die uh, de grootste kans hebben daar uh, aan de start te staan. Leuk. En wat, wat betekent dat voor jou nu zo in januari? Het eh, trainingsplan naar die data zijn al gemaakt dan, denk ik, of niet? Ja, Ja, ja ik ben uh, vorige week bij, bij Jetsen nog geweest. Het plan uh, weer uh, oppakken van uh, hoe gaan we dit nog een keer uh, fixen? En nu niet drie, maar vier. Ja, <laughs> drie he? medailles. Man, man man en vier keer gaan ja. maar. Ja, dus het, het wordt nog één sport erbij. Die, uh, die zit dan ook op de, op de laatste dag, dus het racerolstoel marathon. Mm -hmm. um, dus die kan er ook daardoor wel eigenlijk prima bij. Ja. Um, maar het wordt wel een hele klus. Ja. Doet je het ze nu mee in Rotterdam, de marathon? Die hebben geen rebellers. Dat, nee? ja, dat is geen. een reden dat ik zeg: nou, dan doe ik ook niet mee. Maar goed. Ja. Nou, ik denk <laughs> dat je je kaartje voor heel veel geld op de zwarte markt kan gaan verkopen. Maar uh... nou ja, maak goed. Ik heb nou eenmaal de belofte gedaan. Ja, precies. Waar zeggen ik begin ja. niet. Uh... Nee, dus dat, dus dat zijn mooie. Uh, weet je, dat is in ieder geval wel belangrijke zaken. En uh, ja, de aantal, uh, de lange afstands triatleten die ik. Uh, de pros die ik onder mijn begeleiding heb. Ja, daar komen natuurlijk een aantal halve en hele triathlons op het programma. Ja, waar uh, gescoord uh, hopelijk gaat worden. Nou, je noemt Parijs we al, hè? Daar willen wij ook iets mee ja, gaan doen. We hebben een plan met onze special guests: wat een aantal mensen meer uitnodigen die betrokken zijn bij onderzoek, wetenschap, innovatie van de diverse uh, sporten, sportbonden in, in ja, Nederland. Het afgelopen jaar hadden we altijd de gewoonte om uh, één keer in de drie, vier afleveringen ja. een gast te hebben en dat was dan altijd een wetenschapper, vaak een promovendus. Ja, nu, en nu zeggen we: laten we eens actief achter de performance managers ja, de, of de embedded scientist of ja. in ieder geval. de mensen die betrokken zijn eigenlijk bij dat, bij dat proces richting Parijs. Leuk. Om, uh, om dat eens te horen. Uh, ja, dus ik hoop dat we daar interessante verhalen te horen krijgen. Dat ze inderdaad wat mogen vertellen ook natuurlijk. Hè. Dat het oh, niet ja. allemaal is van, hé, hey, ja, de concurrentie zeggen, kan ik lijkt het ja. maar uh, nou, nou, dat zal wel niet, toch? Nee. Nou, boeiend. Dus dat staat op het programma. Ja. Uh, verder staat natuurlijk gewoon op programma dat we weer 42 uh, ja. ontzettend boeiende afleveringen je, gaan ja, maken. Ja, anders komen jij bij hebt, de hebt 200. Ja, je hebt al 200 genoemd, dus uh, ik bedoel. Ah, <laughs> ja, die, die <laughs> okay. ligt al we kunnen in ja. ieder geval zeggen ah, 168, 42, in ieder geval 32. Ja. Stel je voor dat we bekend maken in oktober, we houden ermee op. Maar dat denk ik niet. Dat denk ik ah, niet. Okay. Nee, weet je wat er ook eens moet gaan gebeuren in 2024? En daar heb ik uh, onze luisteraar, jij die nu luistert, ook wel echt bij nodig. Uh, we zijn inmiddels. Vrij structureel in de categorie hardlopen, de best beluisterde podcast van Nederland. Uh, ik denk in de categorie duursport sowieso, want we zijn natuurlijk veel meer dan hardlopen. We hebben het over triatlonen, wielrennen, uh, komend jaar ook over andere sporten. Um, wij steken het meeste van onze tijd in het gepassioneerd maken, mm -hmm. in de inhoud, in die community scheppen. En daardoor uh, moeten we toch langzaam ook iets met financiën gaan doen. En uh, ik denk dat er gewoon nu wel genoeg uh, bereik is. Om eens wat adverteerders aan ons te gaan binden. Hoe vreselijk het ook vindt, ergens moet de rekening betaald worden. En we hebben meer dan 260 vrienden van de show. Dank voor de koffie. Maar wie even snel rekent, 260 keer 3 euro in de maand, daar kunnen we toch niet helemaal van doen. Dus uh, we zijn op zoek eigenlijk naar iemand die ons wil helpen. Want ik zei tegen hem: Ja, kom daar niet aan toe. Ik roep dit ja, al een half ja, jaar. Ja. Toen zei uh, een wijs iemand tegen mij: Ja, maar er zijn mensen die vinden dat leuk. Om <laughs> Uh, bedrijven te benaderen en ze de mooie kans die hier ligt onder de aandacht te brengen. We hebben een concept, de koffiepot sponsor. Daarmee houden we het ook al voor onze luisteraars volgens mij behapbaar. Oftewel 30 seconden kun je kopen, een spot van 30 seconden in een aflevering. En die blijft de rest van je leven. Je kan ook in een oude afleveringen terechtkomen. En we zijn actief op zoek naar iemand die ons wil helpen. Dus uh, ben jij diegene of ken jij iemand die dat uh, heel goed kan en daar uh, helder in is, uh, een held in is. Stuur ze vooral eens uh, op ons af via de bekende contactgegevens. Eens kijken of we daar in het nieuwe jaar een mooie samenwerking op poot kunnen zetten. Zodat ook dit project duurzaam, hè, duurzaam is een belangrijk uh, ja. uh, thema. En dat betekent dus ook financieel een beetje geborgd kan worden. Want anders raakt het misschien het wel een keer op. En dan, uh, nou, Na, ik hoop dat we klimaat. daar nooit komen. Ja. Hey. Dus dat is een uh, plan voor 2024. Ik weet niet of dat, nou ja, oké, okay. punt. Ken je ja. iemand? Ben je iemand? Zoek ons op. Nog andere dingen die we zeker en vast gaan doen, vast willen teasen? Testen. Testen bij jou in het lab. Ja, dan moeten we maar ja. ook maar eens even doorpraten wat voor experimenten we bij jou kunnen ja, doen. Heb, je, heb ja. je nieuwe gadgets voor ogen en zo, uh, Guido? Ik heb er wel een paar, maar ik wil er natuurlijk ook horen van mensen. Ik zie ook niet alles. Mm -hmm. en ik, uh, hè, dus als mensen iets op het spoor zijn waarvan ze denken: oh. Dat moet je eens proberen te testen. Want daar wordt zoveel over ge, ge, ge verteld. En ze zeggen dat het allemaal gaat helpen. En 10% beter worden. Nou, <laughs> laat maar weten. Um, dan zoeken wij het uit. He, dan gaan we dat testen. En dan kunnen wij ons oordeel erover geven. Of dat uh, een beetje marketingpraat is. Of dat het echt wel goed is. En zinvol of onzin. Precies. ja precies. En dan gaat het ja. niet om obscure middeltjes en zo. Hè? Liever niet. Gewoon, nou ja, dat is moeilijk uitproberen. Het ja, le levert geen content op. Nee. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel de uitdaging. Want ik vond, ja. ik vond Sportlab ook heel leuk. En vooral ook om te maken. Van wel, en die, die feedback kreeg ik ook al. Die afleveringen die waren iedere keer maar een half uurtje. Hè? Ja, Zo ja. zei je mensen: wel, ja, ja, zit ik net lekker in mijn training. Ja. Is het al afgelopen. Nou ja, goed. Dat moeten we dan maar ja, uh, okay. voor me vinden. Maar goed, dan nou ja. pak je er maar twee achter elkaar. Ja. Dat kan ook. Klopt goed. Um, ja. ja, dus dat gaan we doen, daar gaan we het over hebben. En uh, volgens mij uh, zijn we dan een heel eind. We hebben veel reacties gehad op onze oproep om samen indoor virtueel te gaan fietsen in Zwift. Boy. Dus uh, hou de komende weken onze kanalen in de gaten, dan uh, gaan we dat ook uh, verder uitrollen. Dank voor alle support en initiatief. En volgens mij moeten we in die gedachte in 2024 gewoon nog meer gebruik gaan maken van de krachten in onze community we doen het nu allemaal maar zelf. Maar volgens mm -hmm. mij lopen er hartstikke capabele mensen om ons heen die ja. het ook wel leuk vinden om er wat tijd en aandacht en energie in dit mooie project te gaan steken. Kun je niet de prijsje uh, uh, koppelen aan de community die de meeste deelnemers levert voor de... Uh, de het chapter. Ja, chapter, dat ja, nou, bedoel Dat ik. bij ja. deze sowieso. Ja. Een prijsje. Ja. Je wilt een buff, maar die hebben ze allemaal. We ja, zijn nee, allemaal nee, vrienden nee. van de show. Gaan we over nadenken. Ja. Ja. Dus die zetten we sowieso. Dus zit jij nu in een uh, chapter of woon jij in een regio van een van onze chapters? En wil je naar de Uitdorreloop komen? Meld je aan voor uh, chapter? Goeie, goeie. goeie ja, ja dat, nee, dat gaan we doen. Hé, hey, uh, we gaan afronden. Want uh, het jaar uh, is nog maar net begonnen. We moeten uh, volop gaan trainen. En uh, we moeten lekker in beweging op weg uh, naar al die mooie doelen. Eerste wedstrijd voor mij is de run-bike-run. -run. Ik ga terug naar Erteleur. Ja, uh, 4 februari ja. gaan we in Erteleur run-bike-run doen. We moeten toch een beetje multisporten om uh, op tijd fit te zijn voor die teamcompetities triathlon. Dat is een mountainbike dan? Uh, ja, is ja. ja. ja dus dat is cross. Dus dat is rennen door de blubber, mountainbiken en dan nog een beetje rennen door de blubber. Nou ja, zorg ervoor dat je wel eens een keer buiten hebt gefietst. Ja, Want met, met dat ga ik ook nog je. even doen. Ja. Ja, okay. doen. Dan ga ik uh, nog één keer. Nou, oké. Okay. Voordat we de vijf weken uitgaan, volgende week nog een bonusje: hè? Ja. verslag van de ASM Master of Movement bijeenkomst over judo. Onder ja. andere. Dus uh, die hoor je volgende week nog. En dan wordt het toch wel een week of vijf tijd om oude afleveringen te gaan bijluisteren of te, opnieuw te luisteren of misschien het Instagram-kanaal van Marlis te gaan bekijken... at tryatleast. Die heeft daar inmiddels een hele serie aan video's... waarin ze tips uit de Slimmer Presteren podcast toepast... op haar training naar de hele triathlon. En dan zijn wij er uiteindelijk op 16 februari weer... met de start van seizoen 9. Ga ik nog één keer zeggen hoe je ons kan bereiken. Op social media volg je ons natuurlijk al lang... want dan zijn we de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn... en de @slimmerpodcast Slimmer podcast op Instagram... We zijn ook een website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je op reageren. Maar vooral die link kan je pakken en aan iedereen die het interessant vindt doorsturen. Vind je ook de webshop met shirts, met buffs, met boeken. En als ik dit weekend terugkom van vakantie, dan uh, ga ik als een gek aan de slag om al die bestellingen die er liggen te versturen. En die komen de komende week ook naar je toe. Of je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl. Het zij, als jij dat commerciële wonder bent die ons gaat helpen om die spots te verkopen. Of je kent iemand waar we zeker eens mee moeten praten, of je wil ons helpen om de community events verder leven in te brengen. We horen graag van je. Tot zover. Ja. Wat een jaar. Rust lekker uit. Wat een ja, seizoen. Komen de komende weken. Ja, beentjes omhoog. En, uh... hey, trainen, trainen, ja. trainen. januari <laughs> hè. Flinke blokken. <laughs> ja. Guido, uh, dank weer voor al je bijdrage en al je pittige trainingen. Yo, De ja. skis ja. uh, uh, gaan weer op zolder. En we gaan maar weer uh, gewoon de hardloopschoenen aandoen. En uh, ja. op de binnenfiets we gaan zitten. Doen. <laughs> precies. Gewoon een beetje weer uh, ouderwets uh, afzien. Ja, dat gaan we doen. Dank Guido, en uh, tot over een week of vijf. Dan gaan we jou weer horen. Joe. Yo! Doei. Hoi! Hoi! Wat goed dat je ook deze laatste aflevering van dit seizoen helemaal tot het einde luistert. Je kan er geen genoeg van krijgen. Nou, en daarom brengen we aan het eind van iedere aflevering altijd nog even een luistertip uit ons rijke archief Slimmer Presteren podcast. Inmiddels acht seizoenen zitten erop, Jurgen. Welke aflevering willen we tot het slot nog onder de aandacht brengen. Ik zou zeggen aflevering 37 en 53, Dan hebben we het eigenlijk ook gehad over de, de hardloopschoenrevolutie. Ja. Wat heeft nou eigenlijk die schoenen met die dikke zolen met, met speciaal schuim en karbonplaat, ja, wat, uh, wat heeft die allemaal teweeg gebracht? En met name, uh, ja, maar hoe kijken wetenschappers daar eigenlijk tegenaan? Wat snappen we wat er precies gebeurt met die schoenen en waarom we daardoor harder gaan lopen? Of niet? Interessant. En uh, nou, volgens mij ging oorspronkelijk in seizoen 1, aflevering 6, al voor het eerst over de schoenen. Maar ja, ja, dat was dus begin 2020. Vandaar dat 53 een vervolg is. En in aflevering 37 hoor je Wouter Hoogkamer, de Nederlandse onderzoeker ja. in Amerika, waar die befaamde Nike 4% vandaan ja, komt. Zeker, hè? ja.